ik ga echt alles op alles zetten. En het maakt niet uit wie dat als eerste komt, of dat nou Rico is of Badder is, het maakt niet uit wie. Ja. Ik ga alles lopen en proberen die wereldtitel. Dat is wel mooi. Doe maar automatisch. Hij is waar? Ik zie hier niks. Aan de rechterkant, man. Oh, ik heb echt hier. Ja, oké. Pas op met de gang. Ga liever aan de andere kant zitten, anders. Kom goed. Nee, hij zit hier. Hij zat nog. Moet hij iets naar beneden stoel nog? Nee, volgens mij. Ze zien jullie niet op de camera. Ja? Nee. Je moet eigenlijk het dak over doen. Kan je met je hoofd erboven? Zo, gaat het goed? Ja, goed. Rustig. Rustig aan, hè? Je ligt staan. Jij bent knap, man. Die gordel op. Anders krijg je maar boete van de politie. Ik had eventjes een vraag. Ik heb gehoord met de mond. Kunnen we daar even langs? Is dat hier vlakbij? Ja. kan ik gelijk meepakken? even een training meepakken. Even een extra trainingje. Ja. Ja, dat gaat wel goed, hè? Ja, alleen de rechterhand. Rechterhand, ja. Geblesseerd tijdens mijn laatste wedstrijd. Ja. In de tweede keer, dat was een achtmanstoernooi. En ik brak mijn hand in de tweede wedstrijd van het toernooi. En ik vocht zeg maar de finale nog maar met één hand. Ik moest wel doorgaan. Maar, ja. In de tweede partij, hè, broeder? Ja, in de tweede partij. Ik brak mijn hand tegen Guto in de tweede ronde. Tweede partij, tweede ronde. Ja. En dan zeg maar die wedstrijd heb ik nog een beetje. Dit ronde heb ik echt gas teruggetrokken omdat ik echt de last had van mijn hand. Ja. En dan eens in de kleedkamer, snel gameplan veranderen. Hoe, wat, hoe. Maar ja, de ergste van al was zeg maar mijn hand. Uit die witte handschoen halen en in de zwarte handschoen steken, zeg maar. Dat was het pijnlijkste. Oei, oei, oei. Dat was het pijnlijkste van de hele avond. Dat knok was bijzaak op een gegeven moment. Ja, zeker. Dan ga je gewoon denken aan dingen. Dan ga je gewoon denken aan jouw hand. Die wedstrijd maakt niet meer uit. Nee. Dan is je focus weg. Ja, focus weg op de tegenstanders. Maar je bent meer bezig met je hand. Dus ja, misschien daar dat het makkelijker ging. Ja, je bent wel bezig met je hand. Maar daarom heb je een team rondom jou die jou toch scherp houdt. Die focus moet toch wel blijven op je tegenstander. Ja, ja. Ja, en dan wordt die pijn weer bijzaak. En dan ga je weer focussen op de tegenstander zelf. Wat dacht je in die finale? Wat dacht je? Alles of niets? Nee, ja, sowieso alles of niks, maar echt los van het prijzengeld, los van het riem, van die riem, los van die belt. Ik dacht gewoon, ik mag mijn fans niet teleurstellen. Ja. Al die mensen zijn gekomen, ik mag je niet teleurstellen. Ik kan niet zeggen van, ja, mijn hand doet nu pijn en ik kan de wedstrijd niet vechten. Ja, ik dacht, ik kan mijn fans niet teleurstellen, ik ga alles geven totdat ik het niet meer ken en dan wordt het wel duidelijk, maar ik kan mijn fans niet teleurstellen. Nee. Ja, dat is wel een mooie gedachte. Mooi, maar wat ik maar afvroeg, hè. Kijk, die hand is rechts, hè. Die is gebroken toch? Ja, gebroken. Ja. Hoe trek je dan met rechts of met links? Ja, dan moet je overschakelen naar links. Kijk, je vrienden toch? Ja, dat zijn die jongens van net toch weer getraind? Of ik niet? Denk het wel, ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Kleine gastje. Mooi, hè? wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je nog meer? Toekomstplannen. Wanneer staat Rico op het programma? Ik hoop het wel. Kijk, mijn doel is nog altijd wereldtitel. Het is goed. Ja, wacht eens wat. Het doel is nog altijd wereldkampioen worden. Ja. Ik heb de achtmanstoernooi gewonnen in Rotterdam. Dat was al zeg maar, deel 1. Maar nu wil ik voor niks minder dan de titel gaan en ik wil echt kampioen worden. Dat is altijd mijn droom geweest sinds jongs af aan. En ik zou echt met teleurstelling leven als ik dit al niet zou winnen. Ja, ja, ja. Ik voor de rest van mijn leven denk van oké, ik was daar bijna, maar net niet. Nee, je hebt gefaald. Ja, dus ik ga echt alles op alles zetten. En het maakt niet uit wie dat als eerste komt, of dat nou Rico is of Badder is, het maakt niet uit wie. Ja. Ik ga alles lopen en proberen die wereldtitel. Dat is wel mooi. Ja, Ibo, hoe kun je jezelf nu vergelijken met toen je eerste keer tegen Rico stond dan? Kijk, waar sta je nu? Ja, de eerste keer was 2011. Dat was net mijn eerste professionele wedstrijd. Dat was net mijn eerste A-partij. Ah, oké. Okay. Dat was Sporthal Zuid 2011, als ik mij niet vergis, 6 maart 2011. En voor Rico was het ook de eerste? Ook? Ja, Rico had er al denk ik een stuk of 10, 15. Oké. Dus toen was hij net in Nederland zeg maar, een van de betere antwoorden. Ja, 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 ja. Dat was voor mij net mijn eerste A-partij.
ik neem kickbox niet eens serieus. Ik train misschien twee keer per week. Okay. Dus ik neem kickbox echt niet serieus. En het is een wedstrijd, alles kan gebeuren. Ik heb de tweede ronde Rico nog uitgeslagen. In mijn eerste professionele wedstrijd was ik maar al 1-0. Ja. Vorig jaar won hij in de vijfde ronde op knock-out. Ja. Akkoord heeft het goed gedaan. Het staat 1-1, maar die derde wedstrijd moet toch komen. Moet komen, ja. Ik denk dat heel veel mensen daarop zitten te wachten, toch? Ja, zeker. Mooie wedstrijd. Iedereen wil die wedstrijd wel een beetje zien. Helemaal nu, jou. Ik vreug me ook op die wedstrijd, ik kan niet wachten op die wedstrijd. Jouw fitheid is nou een stukje beter ook volgens mij dan een half jaar terug, hè? Ja, zeker. Ik heb de tweede keer toen ik tegen Rico vocht, was zeg maar, ik had nooit 5 ronden gevochten. Ik wist niet. We waren wel voorbereid op 5 ronden, maar ja. In de praktijk, als je in de ring staat, is het toch nog te winnen van dat is 5 ronden. Ik weet wat mij te wachten staat, dus ik ga die derde wedstrijd echt in. Ik weet wat met de weg zat en ik ga niet voor verrassingen komen. Snap je? Dat is zeker een verrassing. Mooi, man. Ik ben wel benieuwd, ja. Wat was toen de vijfde ronde? Toch? Was het technisch knock-out of wat was het? Nee, gewoon knock-out. Oh, knock-out. Okay. Ja, knock-out, ja. Oké. Vijfde ronde. Ik heb de wedstrijd nog steeds niet teruggezien. Wat zeg je? Ik heb de wedstrijd nog steeds niet teruggezien. Nee? Ik kijk ook naar mezelf. Ik kan niet tegen als ik mezelf hoor en zie en zo. Oh. Ja, als ik mezelf hoor is het sowieso een beetje. Kijk, als ik mezelf hoor, vind ik erger dan mezelf zien vechten. Ja. Mezelf zien vechten kan ik gewoon. Ik kan mezelf zien vechten. Ja. Tenzij dat ik echt heel slecht heb. Voordat ik denk van waar was ik mee bezig. Ja. Maar verliespartijen terugzien is wel moeilijk, maar dat moet wel gebeuren. Dat doe ik ook in mijn team. Ik moet wel wedstrijden gaan terugzien. Ja, ik kan niet alleen maar zeggen, ja, ik heb gewonnen en ik ga die wedstrijd terugzien. Nee, verliespartijen hoor je ook terug te zien. Ja. En dat maakt jou als topsport. Ja, ik deed dat ook altijd als zeg maar. Had ik maar 2 keer gescoord in plaats van 3 keer. maar hoe was dat dan bij jullie? Was dat dan, zeg maar, wanneer jullie tegen iemand voetballen? Ja, tegenstander. Dan gingen we altijd de wedstrijden kijken van tegenstanders. Maar kijken jullie dan 90 minuten lang? Dat is toch saai? Nee. Alleen corners aanvallen en zo. En verdedigend hoe ze staan met vrije trappen en corners. Dat kijk je niet de hele wedstrijd hoor. Ik denk dat Jamal wel goed in de verdediging had kunnen staan, of niet? Ja, Jamal had in de goal kunnen staan, man. Ik heb ook altijd gevoetbald. Echt? Ja, ik heb tot mijn 16e gevoetbald. Nee. Ja, zeker in Antwerpen. Zeker. Was toen je laatste man? Ja, kwam niemand langs, hè? Laatst op de bank, zeg maar, rechts helemaal op het einde. Ja. Nee, ik heb wel gevoetbald, maar niet zeg maar hoog niveau. Zo. Ik heb altijd gevoetbald en ik kon wel best wel een. Kun je goed voetballen, ja? Oké. Nog wel een beetje. Motoriek was goed ook. Ja. Draai zeker van een 4-boot. Nee, dat is wel goed, dat is wel goed. Is wel goed. Ja. Mooi man. En daarna, hoe oud was je toen je ging boksen? Ik was al vroeg. Mijn vader heeft mij vroeg naar de sportschool gebracht. Ik was denk ik een jaar of 8. Vader zei, 8 jaar, 9 jaar, van zei, kom naar de sportschool. Ik hoef jou niet op straat tegen te komen. Zeg maar, wanneer mijn vader naar de moskee en terug, wanneer mijn vader naar de moskee loopt en terugloopt. Dan zegt hij me altijd buiten op de hoek, op het plein. Oh, je. Van straat af. Ja, zei hij, ik hoef jou niet meer te zien. Als ik van de moskee heen en weer kom, hoef ik jou niet te zien. Dus ga maar, zoek maar een sportschool, ga maar, ja. Maar gaan kickboksen. Maar wat ik wel moet zeggen, mijn vader heeft me wel altijd gesteund in de kickboksen. Echt waar. Mijn vader heeft elke training, dat ik me kan herinneren toen ik jong was, zijn elke training daarbij. Hij heeft nooit één training gemist. Mooi, hè? Dat zijn mooie dingen. Jaren aan een stuk. Het is niet, geen één dag heeft hij geen training. Hij is altijd bij mij aanwezig met mijn training. Echt altijd. Ja, super. Wat trainde je vroeger? Ik trainde bij Jan, de Bushido's in Antwerpen. Okay. Jan Govaerts. Heb ik daar van mijn 8 jaar tot mijn 18 getraind, tot mijn 17 zeker getraind. En echt al die jaren heeft mijn vader nog nooit één training gemist. Dat al was die ziek, kwam die kijken. Dat is goed, hè? Ja, nog steeds komt hij ook naar mijn wedstrijden kijken. Als ik in België, Nederland of in Frankrijk moet terug, dan wel. Mijn vader is vliegangst. Ja, ik ook. Ja, ik vlieg ook niet. Ja, ik vlieg ook liever niet, maar ja, soms moet het, soms kan je, soms heb je geen keus. Ja. Ik kan moeilijk zeggen, ik neem de auto naar Amerika, dat kan niet. Dus mijn vader is wel altijd bij en hij is wel een beetje verplicht om mijn wedstrijd te zien. Want hij heeft me naar de sport gebracht. Ja. Dus ik zeg hem altijd van, ja, ik weet dat je het niet echt zo leuk vindt om mij te zien vechten. Maar je bent wel verplicht om te komen kijken als jij naar deze sport hebt gebracht. Dat is wel super. Zo gesteund hebben land. Zijn mooie onvergetelijke dingen, man. Ja, dat ga je nooit vergeten. Ja. Ik mag halen wat ik wil. Ik ga die momenten nooit vergeten wanneer ik met mijn vader zeg maar, naar de sportschool liep of wanneer hij mij terug naar huis bracht. Omdat ik nog jong was, ga ik nooit vergeten. Nee. Super. En je moeder ook nog, vader moeder gewoon bij elkaar nog? Ja. Heb je nog broers, zussen? Ja, ik heb 2 oude broers, ja. 2 jonger als mij en ik heb nog 4 zussen. Oh. Ja, groot familie. Ik had mijn eigen fanbase thuis. Ja, zeker. Full house, zeker. Ja, ik had al 10 kaarten verkocht voordat ik kaarten moest verkopen toen. Jezus, wie nee. Maar
Ik las ook dat jij zeg maar, die ziekte overwonnen, of heb je nog steeds... Ja, wat is overwinnen? Hoe ga je zoiets overwinnen? Ja, ja. Je kan zoiets niet overwinnen. Nee. Ik veel mensen zeggen van, ja, Jamal heeft de ziekte overwonnen, dit en dat, en hoe... Kijk, alles komt van anderen. Ja. Ik ben dankbaar voor alles. Ja, ja. Maar hoe kan je nou zeggen dat je die ziekte hebt overwonnen? Het is een test voor mij. En ik moet daarmee kunnen leven. Mm-hmm. Maar om nou zeker die ziekte overwonnen, nee, mijn resultaten zijn stabiel. Ik voel me wel gezond. Het is nu beter als daarvoor. Ja, ja, ja. Maar om te zeggen van, ik heb 2 keer kanker overwonnen. Het zijn gewoon verhalen die niet echt zijn. Die kan zoiets niet winnen. Je moet daarmee elke dag kunnen leven. Ik denk wel echt een voorbeeld voor veel mensen, man. Jij, zo, hey. Ja, maar dat is een strijd, man. Maar je hebt gewoon in die tijd heb je gewoon topsop gedreven, hè? Bedreven en gewoon met gewoon iets naars in je lichaam, hè? Precies. Ja, kijk, dat was toen de eerste keer dat ik het had. De eerste keer dat ik het ontdekte, dat was nog na mijn eerste wedstrijd tegen Rico. Dat was 2012, zomer 2012. Hm. Dat was 2 dagen na de traf van mijn oude broer. Moest ik naar het ziekenhuis, onder het mes. Hebben ze het daar ontdekt? Sorry, ik was op vakantie, hebben ze me gebeld. Ik zei van ja, ze zijn niet uitgebreid op ingaan, omdat ik toen op vakantie was, maar ze hebben wel gezegd van je moet wel terugkomen, we moeten wel in gesprek gaan, want er moet een en ander gebeuren. Dat hebben ze wel zo gezegd. Okay. Eens terug in België is alles heel snel gegaan. Ik was alleen en ik wou snel naar die afspraak gaan en dan krijg je het te horen. Kijk, zoiets lijkt altijd heel ver weg van jou. Ja, dat denk je. Ja, dat denk je, maar totdat ze dat zeggen van hé, hey, je hebt het. Oh man. Dat was misschien wel de zwaarste KO die je gehad hebt of zo. Eh? Ik was echt een half uur was ik daar echt gewoon aan zitten. Ik was echt een half uur stil. Ja. Ik wist niet waar ik was. Het was echt heel moeilijk. Ik kan wel zeggen dat het moeilijk was, maar iemand die dat nog nooit heeft meegemaakt, die kan nooit begrijpen wat ik bedoel. Nee, het was gewoon een moeilijk moment. Het is echt moeilijker dan alles. Ja, wie denkt dan in topsport, oh, dat gebeurt mij nu, dat gebeurt alleen maar bij andere mensen, weet je wel, en ik bam. Ja, dan ga je zeker zo. Dan ga je zeggen van oh, ik heb altijd topsport gedaan, ik heb net zo'n voeding geleerd. En dit en dat. Maar ik had bij mijn schildklier. Ik vond het best wel vreemd, want ik heb me altijd bijna netjes aan mijn eten gehouden. Ja, ja. Ik heb niet altijd alles gegeten wat ik wou, maar ik heb me wel netjes aan mijn voeding gehouden. En ik als zwaargewicht mag dan soms ietsjes meer als iemand anders. Ja. Maar dan nog heb ik me altijd netjes aan mijn voeding gehouden, maar ik viel niet af en mijn lichaam veranderde niet in de jaren voor ik het had, zeg maar. Uh-huh. En af en toe ging ik intensief gaan trainen, kwam ik alsnog bij. Dat waren allemaal zeg maar tekens voor mij, maar ja, ik had nooit denk ik. Nee, dat kan blijkbaar. Dat denken we gewoon dat niet kan. Ja, omdat het ver weg is, maar dan ga je wel beseffen, dan ga je zeggen van ja, ik heb het en ik moet ermee gaan leven. Ja. Wauw. Ja, hey. Dan moet je er echt mee gaan leven. Hè. Sommige mensen zeggen van ja, ik heb het een plek gegeven en ik kan ermee leven. Ja. Hoe kan je nou zoiets een plek geven? Je gaat er elke dag aan denken. Tuurlijk. Waar heb je een plek gegeven? Zeg maar die mensen die dat hebben gezegd van ik heb het een plek gegeven, die mensen wil ik graag ontmoeten. Want waar hebben ze de plek gegeven? Ik wil het graag ook een plek geven. Ja, tuurlijk. Maar je moet ermee elke dag kan niet, leven. Je denkt er elke dag aan. Zeker. Naar de volgende wedstrijd. Wanneer is je volgende wedstrijd? Denk je? Ja. Ik weet niet wanneer. Hoe lang maar de eerste wedstrijd is toch tegen Rico, denk ik. Kijk, hij is normaal verplicht om deze als eerste te vechten. Kijk, Glory kan van alles zeggen wat ze willen. Maar hij is verplicht om tegen mij te vechten. Ik heb die groene belt gepakt. Ja. Ik heb de 8-mans-toernooi gewonnen. Hij heeft daar zelf gezegd, de winnaar van deze 8 man. Mag tegen mij vechten. Ja, ja. Hij had toen niet gedacht dat ik dat was. Oh, dus hij heeft dat gezegd? Hij heeft dat zeker gezegd. Okay. Maar was ook toch de voorwaarde van het toernooi? Ja, dat was zeker de voorwaarde. Zeker de voorwaarde. Kijk, maar hij heeft nog eens bevestigd tijdens de loting. Hij zegt, ja, de winnaar van deze 8 mag je tegen mij opnemen in een titelwedstrijd. Maar toen wist hij nog niet dat ik als winnaar eruit zou komen. Ik wist natuurlijk wel dat ik zou winnen. Ja, je wist het al. Ik dacht, ik ben blij dat je het hebt gezegd, jongen, want je komt nog een keer tegen mij en dat ik weet dat je het niet graag hebt. Ja. Maar ja, ik hoop dat die wedstrijd gewoon zo snel mogelijk komt. Er staat nog geen datum aan vast. Hey, maar is het nou ook zo, kijk maar, zeg maar, als jij Rico nou zou tegenkomen op straat, hè? Mm-hmm. Is het dan respect of is het dan gewoon van, fuck jou? Nee, zeker niet. We zijn topsporters. Kijk, ik weet wat hij daarvoor moet doen om te behalen wat hij heeft gedaan. Je kan niet zeggen fuck you en dit. Ik heb respect voor iedereen. Al zou ik mijn grootste vijand op straat tegenkomen, ik heb respect voor iedereen. Buiten de ring. Kijk, in de ring is een heel ander verhaal. Omdat je er zo hard voor hebt getraind en die dag zelf mag je eindelijk gaan laten zien wat je hebt gedaan. Ja. Dan ga je geen handjes schudden met iedereen. Nee. Maar zo is dat gewoon. Maar ik heb gewoon respect voor iedereen. Ja, zeker als topsporter heeft het ook heel goed gedaan. Je moet niet ontkennen wat hij heeft heel goed gedaan de laatste jaren. Hij heeft zijn titel zoveel keer verdedigd. Dus ik kan alleen maar respect voor zo'n kampioen hebben. Ja, zeker. Maar nu is dat verhaal zo in die pers en zo met die... Met badder en zo, hè? Met badder.
Wat vind je er nou van zo van? Ik bedoel, nu is het wel jammer voor de sport, toch of niet? Het is heel jammer voor de sport. Kijk, ik heb me altijd heel ver weg van dat soort dingen gehouden. Met mijn gezondheid in mijn achterhoofd. Ja. Ik ben sowieso heel ver van dat gehouden. En ik hoop dat Glory daarmee goed omgaat. Kijk, de mensen moeten toch de sport serieus gaan nemen. En die moeten de organisatie ook serieus gaan nemen. Dus ja, dit soort dingen kan gewoon niet bij topsport. Nee. En het kan gewoon niet bij zulke grote organisaties. Dus ik hoop dat Glory gewoon opstaat en zegt van ja, dit mag gewoon niet, dit kan gewoon niet. En dat ze uiteindelijk sancties gaan tegen. Anders gaat iedereen dat doen. Ja, ja, ja. Hoe zit het nou met die dingen, met die andere teamgenoot van jou nu? Die heeft 4 jaar gekregen, hè? Lazar is nu uiteindelijk een teamgenoot van mij geworden. Hij heeft 4 jaar schorsing gekregen. Ik denk van ja, als hij 4 jaar krijgt, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Maar ja, je weet maar nooit met dat. Is het al bewezen allemaal dan? Is het alles al bewezen? Ik weet niet, maar is dat niet die 4 jaar. Heeft hij protest ingediend? Ging dat niet om een protest of zo? Ja, maar kijk, protest of geen protest, hij heeft 4 jaar gekregen. En hij heeft nog steeds 4 jaar gekregen. En Glory heeft heel hard opgetreden tegen hem. Niet Glory alleen, maar zeg maar, de dopingautoriteit heeft gewoon heel hard opgetreden tegen hem. Dus ik neem aan, ja, als jullie hard tegen één iemand optreden, dan moet je dat ook tegen iedereen doen. Dan blijven ze de sport serieus nemen. Ja. Betekent dat dan Badr zeg maar, de eerste paar jaren niet aan de bak komt, denk je? Of, ja, als hij de eerste paar jaar niet aan de bak komt, dan kan hij liever gaan stoppen. Want hij nu al 4,35 is. Ja. Mag je rustig gaan, een beetje gaan afronden, neem ik aan. Ja. Niet omwille van, hij heeft gewoon goed gedaan. En wat hij heeft gedaan in de ring was allemaal goed. Maar op een gegeven moment gaat jouw leeftijd toch jou tegenwerken. Ja, is ook zo. En al zeker als je heel lang niet hebt gevochten. Het is jammer voor de sport. Dus, maar ja, is dat niet dat hij dan, ik weet niet hoe dat gaat precies, maar... Stel je ervoor dat er een andere organisatie opstaat die zegt van kom maar naar Azië toe of zo? Kan die daar gewoon knokken? Ja, maar ja, dan kan die gewoon gaan knokken. Maar kijk, uiteindelijk de mensen, de fans, willen toch het beste tegen de beste zien. Ja, en iedereen kan gaan knokken in Azië of het maakt niet uit waar. Iedereen kan gaan knokken ergens. Maar de mensen willen nog steeds de beste tegen de beste zien. En daarom komen de mensen ook kijken naar zulke wedstrijden. En ik las iets van dat je met schietpartijen of zo, wat was dat? Of wil je daar niet over hebben? Ja, zeker wil ik het daarover hebben. Waarom zou ik het niet hebben? Ik heb er zoveel over gepraat. Oké. Okay. Ja, die schietpartij. Het gebeurde om mijn hoek. Oké. Okay. 2 straten verder op het pleintje waar ik altijd zat. Okay, ik was toen een jaar of 19 en dan ben je aan het kiezen. Welke weg wil ik gaan? Ga ik gaan blijven kickboksen? Ga ik op straat blijven rondhangen? En kijk, de weg naar de criminaliteit daar was heel makkelijk. Je hoefde niet eens wat te doen om daarin te geraken. Je was daar al in. Je hoeft niet iemand te gaan zoeken, want je was daar zelf al in. Ja, 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 je kon je eigen nog alleen maar redden. En dat was voor mij met kickboksen. Okay, dus ik ga niet zeggen, er waren 2 wegen. Nee, er was maar 1 weg. Ofwel de weg van criminaliteit en straathangen en dat soort dingen. Ofwel sport. En ik zat net in die fase. Ja, ja. En met alles bemoeien en dat soort dingen. Ja, op een gegeven moment, waren we op een pleintje waar echt een grote ruzie zijn uitgebroken. Ja. En ik kwam daar terecht en ik was altijd de grootste van de groep. En 2 groepen tegen elkaar vechten. Natuurlijk, het was zeg maar 1 groep waar ik woonde. Ja. En de andere groep kwam van de andere kant. En dan is daar een vechtpartij ontstaan, dat soort dingen. Maar ja, omdat ik de grootste van de groep was. En de mensen wisten wel dat ik kon boksen, kon trappen en dat soort dingen. Dacht ze van ja, we pakken eerst dit Ben Zedek. Dan zijn we daar vanaf. Ja, tuurlijk. En voor ik het wist had ik een kogel in mijn been. Nee, dus ze schoot echt gewoon op je. Zeker. Oké. Okay. Het is allemaal snel gaan. Kijk, het is allemaal snel gaan. Ruzie en je verwacht ook zoiets niet. Je denkt van ja, dit gebeurt maar toch niet. En op een gegeven moment hoorde ik echt een heel harde knal. Toen dacht ik van, zit jouw telefoon uit? Nee, toen dacht ik van, Nee, dat is voor jou, Voor mij? Andy. Nee, die van mij. Ja, dat is voor jou, volgens mij. Nee, voor mij is het uit. Voor jou zelf. Ja. Ah. Ik dacht dat ik een andere ding had bij. Ringtone. Even niet opnemen. Kijk, ik dacht, toen het was gebeurd, hoorde ik gewoon die hele die knal. Ja. En ik wist toen nog niet wat er gebeurde, want ik heb het eigenlijk niet echt gevoeld. Oké, omdat je vol zat van de adrenaline. Ja, je was bezig, dat soort, je hoorde een knal, maar... En uiteindelijk keek ik naar mijn schoen, er waren toen nog die X'ers, of is dat die zelfverbalschoenen X'ers? Ja. Die had ik aan, zo fluo groen had ik aan. Die Spaanse schoenen zijn dat, ja, toch? Die Spaanse schoenen, die X'ers zelfverbalschoenen, dat speelde daar altijd voetbal. En op een gegeven moment werd die groene X'ers werd gewoon helemaal rood. Dus ik had 1 rood en 1 groen. Ik dacht, shit. Ik dacht, mijn been schoten, niet normaal. Wat is wel de kleur van Marokko, hè? De kleur van Marokko hadden. Ja, dat is wel heftig hoor, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Ik heb mijn trainingsboek... Maar moet ik hierin, terug naar jouw trainingsding? Ja, ga maar naar rechts.
En ik dacht, shit, dit is niet waar. En ik zeg, twee gaten in mijn trainingsbroek. Ik dacht, nee, ik geloof het nog steeds niet. En ik heb mijn broek een beetje omhoog gedaan. En toen zeg ik wel twee gaten, erin en eruit. Ja, ja. Oh. Erin en eruit. Ja, lekker. Zo, maar dat schrik je ook, hè? Hey, ik dacht, ah, oh, shit, man. Dit moet dit mij nog weer overkomen. Dat is toch niet normaal. En ben je die jongen nog wel eens tegengekomen die het gedaan heeft? Ja, zeker. Ja, het minimaal vlakke hand gaat natuurlijk. Nee, dat niet. Nee? Nee. Ik ben buiten geen vechter, hè. Buiten niet? Nee, ik ben buiten geen vechter. Ik hou niet zeg maar, van buiten ruzie maken. Al heeft iemand onrecht tegen me aangedaan, of dat soort dingen, ik probeer me altijd een beetje te beschermen van mezelf. Omdat ik gewoon weet van, ik hoef niet te gaan vechten buiten, want ik weet dat het toch gaat gebeuren. Ja. Waarom moet ik gaan vechten met iemand? Want ik weet, ik ga die gewoon één klap geven. En waarom ga je dat ook doen? Snap je? Ik krijg ook overal waar ik kom bij. Ik heb bijna nooit problemen gekregen bij. Dat was echt heel vroeger. De laatste jaren mensen alleen maar respect voor mij, groeten me aan, groet ik terug. Omdat ik gewoon weet, ik ben gewoon geen vechter buiten. Ja, maar vechter, als jij iemand een klap geeft op straat, joh, die gaat toch gewoon een paar dagen slapen? Ja, zeker. Dat zijn gewoon wapens die je gebruikt. Ja. Zo zien ze dat ook. Dat is toch gewoon, dat zijn gewoon wapens die je gebruikt, omdat je gewoon weet waar je slaat en trapt. Dat is toch gewoon tot morgen? Nee, ik heb kleine handen. Ja, ik heb ook gezout als jij een beetje. Ja. Ik heb grotere handen. Groter, hè? Zeker groter. Oh man. Ik heb ook een grotere ZB. Heb ik ook. Laat je zien. Dat geloof ik niet. Godverdorie. Ja, je bent, hoe kan dat, hè? Ja, ik heb een kleine handen. Ik weet niet hoe dat komt. Maar je bent echt groot. Is alles in verhouding ook? Ja, als je wel eens vrouw, ja, dat wel. Alleen kleine handen. Dat is van Gerard Joning. Dat vindt Gerard Joning wel lekker. Kleine handjes, kijk hem niet, Gerard Joning. Ja, kijk toch altijd. Is wel een leuk vent. Homo, maar. Homo? Camera zet. Nee. Niks tegen homo's. Nee, ik ook niet. Het is wel een fijne gozer. Het is wel een fijne gozer. Zeker, allemaal. We zijn allemaal mensen, allemaal respect op elkaar. Natuurlijk, man. Dat is zo groot en zeker. Gewoon respect. Wat iemand doet in zijn leven, zijn toch zijn zaken. Je kan alleen respect voor die persoon hebben. Ja. Hey, maar, ik hoorde iets van, trouwens nog iets, hè? Voor ik het vergeet. Ik hoorde je laatste toernooi die je vocht, hè? Mm-hmm. Dat je zeg maar gedeeltelijk van je prijsgeld die je heb je nou, ja. Klopt dat of zijn het een beetje verhalen? Nee, dat heb ik zeker gezegd. Ik heb het na mijn wedstrijd heb ik gezegd, ik heb het voor mijn wedstrijd al gezegd. Ik heb gezegd van als ik dit toernooi moest ik dit toernooi winnen, dan gaat een deel van mijn geld gaat naar een goed doel. Kijk, omdat mag ik nog niet zoveel over zeggen, maar omdat ik het nog niet heb. Ik denk het ook nog niet weggeven. Nee, precies. Maar ondertussen zoek ik wel verschillende events. Bijvoorbeeld, 2 weken geleden was ik vecht tegen kanker in Alphen aan de Rijn. Uh-huh. Heb ik daar een geschenk gegeven en heb ik daar weer een geschenk en dat soort dingen. Dus ik ben daar wel mee bezig. Yeah. Maar ik heb wel gezegd van na het toernooi, als ik die bonus win van het toernooi, gaat een deel van dat geld gaat wel naar een goed doel. En is dat voor dat kanker? Of voor kanker, goede doel voor kanker? Of? Ik denk het wel, omdat toch hetgene is wat mij het meest heeft geraakt, omdat ik het ook zelf heb. Ja. En we waren bezig met verschillende partijen, maar ik denk dat dat toch wordt, zeg maar, vechten tegen kanker. Mooi man, respect, man. Ja, man. Moet wel, dat is toch het minste wat ik kan doen. Kijk, weet je, je wordt ook wakker geschud als je dat hebt, hè? Ja, zeker. Kijk, het is niet niks. Je moet daarmee leven. Ik heb net getraind, ik heb net een harde training achter de rug. Ik kan lekker naar huis. Iedereen gaat naar huis, denkt aan zijn eigen ding. Maar ik heb steeds een rugzak die ik meeneem. Ja. Waar alles in zit, waar de ziekte in zit. En dat is nog niet het ergste van al. Ik heb ook nog eens een dodelijk ongeval gehad. Dat moet ik ook nog meenemen. Ik had dat gehoord, jij in Apeldoorn, of was het? Nee? Nee, Antwerpen. Dat was niet jouw schuld? Het was niet mijn schuld, maar ja, ook, al is het jouw schuld niet. Nee, toch blijf eraan denken. Zeker. Wow. Zo, maar veel dingen heb je wel meegemaakt, daar heb ik alleen maar respect voor jou, man. Zo, en ik denk ook dat jij, gewoon, wat ik al zei net, echt een voorbeeld bent voor veel mensen, hoor. Dat is zeker. Echt niet normaal, dit. Uit een diep dal geklommen, hè? Ja, zeker. Ja, kijk, zonder ik het weet, omdat ik bezig ben met mijn sport en met mijn werk, vergeet ik soms dat ik een voorbeeld ben voor vele mensen, ja. Maar ik probeer dan wel een goed voorbeeld te zijn. Ik ben niet perfect. Ik heb ook wel mijn minpunten, ik heb ook wel dingen gedaan die ik liever niet moest doen. Uh-huh. Maar ik probeer altijd wel een goed voorbeeld te zijn, zeker voor de jongeren, voor de jeugd en voor iedereen. Zeg maar. Ja, dat is wel belangrijk. Mooi man, mooi. Maar en met dat, met die aanrijding, was de aanrijding, dat neem je ook mee nog eens natuurlijk, elke dag. Dat denk je ook elke dag aan. Het was kort nadat ik te horen kreeg dat ik ziek was. Ook nog eens? Dat is niet eens 3 maanden later. Jezus. Eens 3 maanden later. Pff, dus je krijgt alles in één keer. Hè? Ik was toevallig onderweg naar Apeldoorn. Ja. Ja, dat hoor ik. Ik vertrok net van Antwerpen, maar het gebeurde gelijk. En, ik vertrok om 9 uur 's avonds.
En ik moest om 11:30 moest ik aankomen in Apeldoorn. Om 11:00 zat ik in een cel in Antwerpen. Helemaal alleen. Allee, helemaal alleen. Het is normaal dat je alleen in een cel zit. En dan moet ik met 20 man zitten. Maar ik doe net een aanrijding gehad waar ik niks aan kon doen. En dan stop ze jou alleen in een cel. Dan kan je tegen iemand praten. Dat is best iets heftigs wat er is gebeurd. Kijk, want ik heb ook te horen gekregen toen ik in de cel zat dat die man is overleden. En dan zit je daar alleen, dan kan je niet met iemand praten, kan je niks doen. Dat 9 uur lang. Tot in de ochtend ben je wakker en ben je aan het denken. Natuurlijk. En uiteindelijk mocht ik om 6:00 in de ochtend mijn cel verlaten, mocht ik naar huis gaan. Hebben ze helemaal niks gezegd van ja, ga maar naar huis. Je hoeft niet voor te komen, je hoeft niks. Hebben ze mij vrijgelaten, zeg maar sindsdien ook nooit iets meer gehoord. Wel iets gehoord van de zaak, zeg maar, dat de zaak is geseponeerd en ze kunnen er niks aan doen. Die man had geen familie en het was zijn fout. En er waren getuigen die dat zeggen van ja, dat die man in fout was. Maar dan nog, ik heb nooit bijvoorbeeld slachtofferhulp gekregen, dat soort dingen. Nee, ik heb nooit gekregen. Nee. Ik heb nooit gebeld van kom naar hier, slachtofferhulp. Ik moest alles zelf doen. Het is gewoon vanzelfsprekend, zeg maar, dat Maar waarschijnlijk weet ik wel dat omdat ik misschien groot ben en lang ben en misschien... Ja. Dan denk je van, ja, die gaat dat niet nodig hebben. Nee, dat heb je niet nodig. Terwijl, hoe kan je zoiets niet nodig hebben? Je had al een zware knockdown gehad. Ja. Als je soms moet triggeren, dan haal ik er nog van. Tuurlijk, dat begrijp ik. Maar hoe kan je zoiets? Je kan zulke dingen niet gaan verwerken. Moeilijk, man. Wat houdt je sterk, dit allemaal? Wat houdt je sterk? Ja, gewoon vechten en mijn sport en de mensen die mij steunen, de mensen, mijn familie zeker. Mijn broers, mijn zussen, mijn trainers, mijn team. Gewoon alle mensen die mij supporten voor deze sport. En die mij supporten om mijn doelstelling te halen. Die mensen houden mij sterk. Anders was ik al lang al gebroken. Ik denk ook wel dat het zeg maar een afleiding voor je is. Weet je, als je lekker aan het boksen bent, toch, denk je toch nergens aan. Weet je wel? Dat heb ik ook. Weet je, als ik fout hier een paar klappen geef, zodat ik. Oh, lekker man. Maar dan is je gedachte even weg, toch? Zeker, ja. Dus dan zeker. Ja. Ja, geef me af en toe een pak rammel en zo. Ja? En die geeft mij af en toe een pak slaap. Slaapt hij? Toen was ik niet eens aan het vechten. Ik was wel aan het vechten, maar ik keek wel altijd zijn wedstrijd. Ja. Altijd. Ja, is goed, hè? Niet meer dus moet ik met hem sparren? En dan wil je ook nog dat ik met jou ga sparren? Nee, hij is echt. Ik heb bijna al zijn wedstrijden gezien. Ja. Echt goede vechter. Ja, hij is een goede vechter. Ja, echt waar. Echt goede technische vechter. En het maakt niet uit of wel tegen de touw of in het midden van de ring. Het liefst dan als. Als ik me niet vergis tegen de taalvechtje, denk ik het beste. Ja, vind ik heerlijk, man. Ik vind helemaal niks tegen taalvechten. Nee. Ja, vind ik heerlijk. Voel me thuis, man. Tegen de touw staat en... Soms probeer ik na te denken van hoe kan een vechter dat leuk vinden. Ik vind het niks tegen de touw aan het aanstaan. Nee. Maar sommige vechters, ja, die zijn het beste tegen de touw. Ik sta het liefst tegen de muur aan. Hey, maar had je de handschoenen? Of niet? Ik heb die handschoenen niet bij. Nee. Maar ik... Als wij iets gaan geven voor de fans of wat dan ook. Ik heb binnenkort mijn eigen trainingspak over een week. Okay. En ik verloot er heel graag een paar. Okay. Dus de mensen die dit zeg maar, delen, liken en dat soort dingen. Ja, tuurlijk. Abonneren en zo. Abonneren en dat soort dingen. Die gaan een van de eerste trainingspakken geven, mijn eigen trainingspak. Top. Dankjewel, man. Dankjewel voor je verhaal. Dankjewel. Dat was mooi. Super.